Dit is GamersNet 1 minuut van de week van 9 juni en dat was natuurlijk de week van de E3. Zoals op de Xbox persconferentie Halo de Master Chief Collection onthuld. Die bevat Halo 1 tot en met 4 in een HD jasje. Ook is de Xbox One release datum eindelijk bekendgemaakt. In Nederland kunnen we de console vanaf 5 september aanschaffen. Bij EA is een Extreme Sports game aangekondigd en is in ontwikkeling bij Criterion Games. De game heeft nog geen naam. Ubisoft maakte bekend dat Assassin's Creed Unity een 4-speler co-op krijgt en geen multiplayer. En daarnaast werd Rainbow Six Siege aangekondigd. De game is terug en moet gaan draaien op 60 frames per seconde. Bij de PlayStation persconferentie werd onverwachts LittleBigPlanet 3 aangekondigd. De game krijgt 3 nieuwe personages, namelijk Atsak, Toggle en Swoop. En LittleBigPlanet verschijnt deze november al. Ook kwam Uncharted 4 A Thief's End voorbij met een in-game trailer. En de stemacteur van Nathan Drake, Nolan North, geeft aan dat dit wel eens de laatste game in de franchise zou kunnen zijn. En Nintendo onthulde een open wereld Zelda met een schitterende trailer. En er komt een nieuwe Star Fox aan. Tot slot is de hoge woord eruit. Grand Theft Auto 5 komt naar de PlayStation 4, Xbox One en PC in een veel mooier jasje. En is Rise of the Tomb Raider onthuld. De jonge Lara Croft keert eind 2015 terug. Vergeet niet te reageren op het E3 goodie nieuwtje en blijf GamersNet vooral de komende tijd volgen voor de nodige previews, video's en nog veel meer content. Tot volgende week!